Het nieuws uit Enschede van maandag 1 mei. Een nieuwe start voor de Patmosmarkt en honden vergiftigd in Helmerhoek. Toen bleek het wel. Toen die dierenarts bij zijn maag ging voelen dat het inderdaad dat hij iets heel verkeerds heeft gegeten. Goedenavond. FC Twente heeft al ruim 13.000 seizoenkaarten verkocht voor volgend seizoen. Dit zijn allemaal supporters die hun huidige jaarkaart hebben verlengd. Vandaag is de laatste dag waarop verlengd kan worden. Vanaf woensdag begint de verkoop voor nieuwe seizoenkaarthouders. En dan zijn eerste supporters aan de beurt die ingeschreven staan op de wachtlijst. Het universiteitsteam van Amsterdam heeft de 45e Batavierenrace gewonnen. Nijmegen, de afgelopen twee edities nog winnaar, werd nipt tweede. De derde plaats was voor Groningen. Het team van de UT en het Saxion eindigde op een vijfde plaats. De estafetteloop ging traditiegetrouw vrijdagavond van start in Nijmegen om zaterdag in Enschede op de UT-campus te finishen. De Patmosmarkt maakt volgende week woensdag een nieuwe start. In oktober vorig jaar stopte de markt nog omdat er te weinig bezoekers kwamen. Ondernemers haakten hierdoor af. Nu in de herkansing dus. De markt wordt gehouden zolang het mooi weer is. Als het aantal bezoekers terugloopt, dan stopt de markt weer. De Patmosmarkt is elke woensdag van 10 tot 3 uur voor wijkcentrum De Boei aan de Spinnerstraat. Veel Duitsers vandaag in het centrum van Enschede. En dat voor een maandag. Het is dan ook de dag van de arbeid. Voor Duitsers een vrije dag, voor Nederlanders niet. En dus komen er weer veel Duitsers uit de grensstreek naar Enschede toe om een middagje te winkelen. Waar komen ze hier? Ik kom uit Freiburg. Dat is in Zuid-Duitsland. Aus Deutschland, Warendorf. Aus Nordhorn. Aus Deutschland, Hamm in Westfalen. Und warum haben Sie heute frei? Ist ein Feiertag in Deutschland. Ja, das ist 1. Mai und außerdem bin ich sowieso so alt, dass ich schon Rentnerin bin. Heute ist Feiertag in Deutschland, 1. Mai. Weil heute Tag der Deutschen Einheit ist. Stimmt gar nicht, heute ist der 1. Mai. Was machen Sie heute in Enschede? Muss man mit einer Frau einkaufen fahren. Ein bisschen bummeln und schauen. Sightseeing-Tour. Einkaufen, shoppen, einen freien Tag machen. Wir kaufen ein bisschen ein und gehen einfach nur ein bisschen shoppen. Kann man das in Enschede besser als in Deutschland? Enschede ist schön. Kann man gut parken. Also Parkplätze sind super. Enschede ist schön. Also ich bin ganz begeistert von Enschede. Doch, kann man glaube ich besser. Muss ich öfter mal hinfahren, auch wenn kein Feiertag ist in Deutschland. Heute schon, weil der Nordhorn zu ist. Was sind Ihre Gedanken zum Tag der Arbeit? Ich bin froh, dass ich das hinter mir habe. Große Gedanken habe ich mir da nicht gemacht. Ich bin eigentlich nur froh, dass ich heute frei habe. Ich habe aber immer montags frei, von daher ist es auch egal. Aber meine Arbeitskollegen haben heute alle frei, das ist schön. Dass andere arbeiten müssen und wir heute nicht. Da mache ich mir keine Gedanken drüber. Ich bin nur froh, dass ich frei habe. In de wijk Helmerhoek is vorige week een 11-jarige Labrador vergiftigd tijdens het uitlaten. De hond Bruno begon na de wandeling te braken en te hijgen en hij had ruim 40 graden koorts. Gelukkig gaat het nu weer een stuk beter met de viervoeter. Ja, ik kwam dus woensdagochtend naar beneden. Ik had gedoucht, ik wou mijn hond uitlaten. Alleen toen kon ik aan mijn hond zien dat iets niet goed was. Hij was al heel benauwd, hij trilde behoorlijk op zijn benen. Hij had heel veel moeite met het hijgen, dat ging heel vermoeiend. En hij liep vooral ons erg langzaam. Langzaam dat hij normaal zou lopen, want hij is natuurlijk al wel op leeftijd. Dat ging nog relatief goed. Alleen aan het einde, ging hij liggen. En dat is iets wat mijn hond Bruno normaal nooit zal doen. En ik was natuurlijk wel erg bezorgd. Dus ik heb hem echt met pijn en moeite heb ik hem gewoon zo rustig mogelijk naar huis gekregen. En ik heb gelijk mijn vader gebeld. Daarna heb ik gelijk de dierenarts gebeld. En we gelukkig diezelfde dag nog een afspraak kunnen krijgen. Toen bleek het wel. Toen die dierenarts bij zijn maag ging voelen dat het inderdaad... dat hij iets heel verkeerds heeft gegeten. En dan waarschijnlijk was het ook gif. Heeft hij gelijk twee tegeninjecties gehad. En jouw vader heeft een bericht op Facebook geplaatst om andere mensen te waarschuwen. En dat bericht is 1300 keer gedeeld. Ja. En jullie hebben ook meerdere reacties gehad, hè, van meerdere honden die vergiftigd zijn. Ja. Ja, klopt. Ja, ik heb inderdaad diezelfde woensdagavond vorige week ben ik getagd door mijn buurvrouw.
op een bericht op Facebook van een andere mevrouw die dus ook aangaf dat er een hond was vergiftigd. Later ontdekte mijn vader dat er nog een andere Jack Russell was vergiftigd. En mijn eigen hond Bruno zelf. En het was allemaal hier in de buurt. Vooral hier bij deze vijver, wat je hier achter misschien mooi kan zien. En bij de vijver daarachterop. Maar we weten niet wat het is, wat hij precies heeft gegeven of wie het heeft gedaan. Alleen is het natuurlijk ook erg vervelend, hè, dat je dat zoiets moet meemaken met je hond. Ja. En dan nog het weer. Vanavond kans op een bui. In de loop van de nacht koelt het af naar 6 graden. De komende dagen zijn vergelijkbaar met vandaag. Temperaturen rond de 14 graden, af en toe zon, maar ook elke dag kans op regen. Tot zover het nieuws van vandaag. Zometeen een nieuwe aflevering van Het Veld Op. Nu eerst het NOS Nieuws in 60 seconden. Nog een hele fijne avond.